iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag hebben Tara en ik een hele leuke, misschien wel uitdagende video voor onszelf en voor jullie te wachten staan. Want wij gaan vandaag een make-up look van Nikki Tutorials creëren. We kijken altijd naar haar video's, want zij is natuurlijk de queen of make-up, de queen of the beauty tutorials. En we vinden het altijd super leuk om daarnaar te kijken. We leren er veel van. We vinden het vaak ook leuk om producten die zij gebruikt te proberen. Maar echt een look namaken, dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Ja, we dachten dat het wel leuk zou zijn om dat een keertje te doen in een video. En dan gaan we allebei precies dezelfde look maken. Ja, dus jullie mogen straks aan ons laten weten welke van onze twee looks jij het beste gelukt vindt. En voor deze video hebben we ook echt wel een beetje een uitdagende look gekozen. Het zijn kleuren die we heel graag gebruiken. Dus een beetje warme rose gold tinten. Zijn we super fan van. Maar qua techniek wordt hier gebruik gemaakt van een cut crease. Glitters, witte eyeliner. Dat zijn weer dingen die wij echt helemaal, misschien wel zelfs nog nooit of zo hebben geprobeerd gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd om te zien hoe Tara en ik het ervan afbrengen. En wie gaat winnen? Nou, we gaan heel even onze make-up afhalen. En daarna komen we bij je terug. En dan gaan we de tutorial volgen. En ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken. Hi my loves. So today I'm doing a tutorial on this Promish make-up look right here. I wanted to create something very soft and like elegant. Jij hebt al zo'n cut crease geprobeerd, toch? Eén keer. Was niet succesvol. Ik heb niet echt moisturized, maar prima. Waarschijnlijk gebruikt ze ook weer primers en die heb ik ook weer niet. Ja, ze begint met een primer. Ik gebruik nooit primers, dus daarom sla ik hem eventjes over. Voor foundation, I'm gonna go in with one of my all-time favorite combinations, the L'Oreal Infallible Total Cover in 3. Oké, wij gebruiken wel even onze eigen foundations, omdat we dan zeker weten dat het de juiste kleur is en gewoon helemaal goed bij ons past. Dus wat dat betreft hebben we in deze video niet dezelfde producten als Nikki, maar met onze eigen producten proberen we dus wel een zelfde soort look te creëren. Inderdaad. Wat werkt hij snel eigenlijk? Zo, valt me nu pas op. Heeft ze het niet doorgespoeld? Nee, want ze praat. Oh, wow. Ik gebruik dus eigenlijk deze Beauty Blender veel te weinig. Het geeft altijd wel een mooi effect, maar ik gebruik eigenlijk altijd mijn handen. Echt? Ik weet dat heel veel mensen dat al niet oké vinden, maar ik vind dat veel fijner werken. Dan heb ik het idee dat het veel makkelijker blendt en ben ik gewoon een beetje lui. Ja, ik gebruik echt altijd deze spons. Tara zei laatst tegen mij dat die ruikt naar oude sportsokken of oude sportschoenen. Of... Ja, want die ruikt aan deze. Deze ruikt gewoon neutraal. Oh ja. Maar die is ook wel redelijk nieuw, zo te zien. En die spons van Larissa ruikt echt gewoon alsof die niet goed schoon is. Ik moet even kijken of ik een nieuwe kan bestellen, want hij is echt super fijn. Ik vind deze nog ietsje fijner omdat hij heel lekker flexibel is. Morphe concealer in the color sand. Oh, dat doet trouwens wel mijn vingers. I love the look of my skin right now. Not on! I'm gonna bake my under eye. Yeah. Ik ga het nu ook met de spons doen, omdat Nikki dat ook doet. Oké, we gaan nu baken. Dat is iets wat ik dus nooit doe. En daar gebruik ze dezelfde spons voor, hè? Ja, gebruik ze een... Ik denk dat ze een damp spons gebruikt. Dus gewoon hetzelfde als net. Ik wist niet dat het kon met een natte spons. Het poeder vliegt een beetje op. En als je dan aan het praten bent, dan schiet het zo... Ik heb ook echt een witte broek aan. Het is gewoon net alsof het sneeuwt. Waarom doet ze dit? Zot het te hoesten. Maar weet je wat het is? Nikki is heel licht. Ik ga ervan uit dat we dit nogal verder wegblenden, toch? Eetje. Oh wauw, juist wel heel erg, ja. Wat doet ze nou met dat poeder dan? Ja, gewoon laten zitten, denk ik. En dit is ook echt een stap die ik inderdaad nooit oversla. Ik gebruik eventjes gewoon mijn blending kwast. My god, dan zou ik echt zoveel langer bezig zijn als ik al deze stappen moet doen. Een warm tone brown. Maar waar begint ze nou? Aan de buitenkant? Heel veel terugspoelen? Inner to outer. En we gebruiken hier mijn favoriete palet van Catrice. En die heeft volgens mij wel de juiste fijne kleurtjes. Wauw, waarom ziet mijn kleur er veel minder intens uit? Maar deze is wel heel goed gepigmenteerd eigenlijk. Hoe kan het bij haar zoveel intenser is? Ik heb dat normaal niet zo erg hoor. Wauw, ik voel me echt zo ontzettende make-up kluns op dit moment. Het zit nog meer onder mijn oog. Ik weet niet of je het kan zien. Dan op mijn oog, volgens mij. Maar dat, ja, ik heb dat normaal niet. Ik gebruik normaal geen primers of poeders en zo. Dus misschien is het toch niet helemaal
voor mijn ogen bestemd. Wow. Hoe kan dat, joh? Hoe kan het zo goed bij haar te zien zijn? En dan aan de buitenkant moet je het een beetje uitveden, maar... Ja, dat is echt vreselijk hoe ik er nu uitzie. Moet je kijken. Hoe kan dit? Nou, eerlijk gezegd, ik weet niet of ik verder kom dan dit. Want alles wat ik er gewoon op blijk te smeren, dat valt gewoon weer echt onder mijn oog eraf. Ik wil gewoon verder gaan naar de volgende stap. Ja. Even kijken wat dat inhoudt. I'm gonna cut the lid. Nou, we zijn nu aangekomen bij het spannende onderdeel, namelijk de cut crease. Ik moet zeggen dat ik er echt heel veel zin in heb, want ik heb het één keertje geprobeerd. Het ging voor een meter. Maar we hebben niet zoals zij een crèmetje in een potje, maar we hebben wel een jumbo eye pencil die heel erg creamy is. Dus ik denk dat we het hiermee wel kunnen doen. Oké, dus ze begint met een streepje vanaf de inner corner. Vult ze dit helemaal in of niet? Als het goed is, vult ze hem verder in. Ja. Ja, oh. Maar dan heb ik toch bijna alles weer voor niks gedaan, wat ik net heb... Ja, maar... Ja, waarom hebben we dat dan eigenlijk ingevuld met oogschaduw? Ik vind het nog niet zo vreselijk eruit zien. Maar ik zag volgens mij dat Nikki nu bezig gaat met witte poeder. En daarmee moeten we dus dit gaan zetten. En dat vind ik fijn, want het plakt. Ja, het plakt heel erg. Oké. Okay. Maar als ik nu naar mijn oog kijk, heb ik niet het idee dat dit straks een succes gaat worden. Moet je kijken, het lijkt net zo'n lui oog heb, want hij blijft een beetje openstaan. En I'm softly blending in that crease color on the outer third of the lid. Oké. Okay. Wacht, dus nu brengen we de bruine kleur weer terug. Nu gaan we weer terug. Maar ja, het is nu een witte ondergrond. Dus grote kans dat je het nu dus beter ziet. Maar ik moet dus een beetje zo deppend het terugbrengen. Nou, dit is niet wat Nikki aan het doen is in ieder geval. Dat kan ik je wel vertellen. Nu al? Ik ben helemaal niet klaar voor de eyeliner. Hè, maar ik snap niet waarom de kleur niet terug wil komen. Heel even cheaten, jongens. Nou, Nikki is ondertussen dus bezig met een witte eyeliner streep aanbrengen hierboven. Nou, we hebben geen witte eyeliner, maar ik heb gelukkig wel van deze My Perfect Color Drops van Primark. Dus dat is echt gewoon wit spul. En we hebben gewoon een dun kwastje. Oké, dat moet dus een streep daar. En daarna nog een echte eyeliner. Dus. Ja, dus eigenlijk een eyeliner en een crease liner. Kijk, veel te dik. Dat is één grote vlek. First you want to put down a little bit of glue and then stick the right. Wow. Oké, hier moet je straks dus de steentjes op. Ja, dus we moeten wel een flinke wing ervan maken. Ja, willen we precies. Daar steentjes kunnen plakken? Dat denk ik wel de makkelijkste stap. Ik zou niet willen zeggen dat mijne er perfect uitziet. Het ziet er beter uit dan bij mij. Oh, hij gaat ruup. Ik begon zeg maar tot hier. Maar toen kreeg ik dat puntje niet lekker scherp. Toen ging ik steeds verder. Laten we gewoon verder naar de volgende stap gaan. Nikki is inmiddels glittersteentjes aan het oplijmen. Dus dat gaan we ook doen. Hopelijk kunnen we daarmee een beetje onze wing... Mooier maken. Verbergen vooral, ja. Ik kan me niet voorstellen dat Nikki deze video zou zien. Maar mocht ze het zien, dan schaam ik me bij deze. Oh, dan schaam ik me wel een beetje. Oké, deze stap is tot nu toe het makkelijkst. Yeah! Hoeveel heb je er wel niet opgezet nu? Echt 20 of zo? Ja, tuurlijk. Hoe meer bling, hoe beter. Oké, ik vind het wel leuk. Ja, toch? Ja, ik vind het wel heel leuk. Maar dit is gezellig. We hebben het witte potlood nodig, want we gaan onze waterlijn wit maken. Ik gebruik dat eigenlijk echt nooit. Weet je wel dat ik de waterlijn zwart of wit maak? Ik vind het niet zo'n heel geweldige look bij mij. Nee. Maar ik ben heel erg benieuwd of het inderdaad onze ogen gaat openen en laten spreken. Auw. Oh. Wat? Ja, ik heb met die punt in mijn oog. Ik weet niet of ik het heel mooi vind. De lower lash line, yes. Maar ze houdt hier bij de hoekje van het oog een klein beetje open. Je zou denken dat hier niks mis mee kan gaan. Ah, dat was in mijn oog. Ik heb ook allemaal oogschaduw in mijn oog zitten nu. En mijn witte eyeliner is inmiddels ook brons geworden. Dus ik zie een klein beetje wazig door mijn linker oog, maar voor de rest gaat hij nog goed. Dan is het nu tijd om de nepwimpers aan te brengen. En daar heb ik echt helemaal geen ervaring mee. Dus even kijken, maar ik denk... Ik denk wel dat dit echt helemaal dit de look gaat wel afmaken. Af. Oh, ik moet van huilen. Ik weet nooit of ik hem op heb geplakt of dat ik hem op hij mijn wimpers zit. Nee? Okay. Zit hij op mijn ooglid of niet? Nee. Oh my god. Ik ben zo'n ontzettende noob. Ik krijg bijna mijn ogen niet meer open. Nee, hij zit helemaal niet goed. Kijk eens even. Auw. Hij is volgens mij veel te lang. Waardoor de buitenkant... Hij is veel te lang voor je oog. Ja, de buitenkant die prikt zeg maar weer aan de onderkant. Ik krijg nou mijn ogen niet meer. Oh, hij zit er niet eens op. Oh. Auw.
Auw! Ik doe helemaal niks. Auw! Hij zit gewoon goed. Hij zit toch? Nee, de hele achterkant zit niet meer. Nou, weet je, ik vind het helemaal best. Maar laten we verder gaan. Oké, mascara. Oh, ze is klaar? Oh my god. Alright, maar doet zij geen mascara nog op de wimpers? Ik denk het wel. Ik weet ook niet wanneer zij dit heeft uitgeblend, maar het is al gebeurd. Dus ik ga het gewoon nu doen. Oh. Ja, dat is weer die poeder. Nou, de mascara zit erop en dat betekent dat de ooglook af is. We gaan nu eerst eventjes ons tweede oog ook opmaken zonder de camera erbij voor een volledige look. En dan gaan we daarna verder met ons gezicht. We zijn weer terug. We hebben beide ogen gedaan. Dus laten we eventjes kijken wat Nikki ook weer verder te zeggen heeft. Alright, let's focus on the cheeks. Because with all the flash going on, all the flash photography going on, it will really blast away yes. most of your pupils. Agree. We kunnen wel wat kleur gebruiken naast deze super van de ogen. Hoe kan het dat het er bij haar wel mooi uitziet en bij ons is een panda? Apart. De Hoola Light. Ik weet niet of deze nu echt wat voor mij doet, aangezien wij natuurlijk wat donkerder zijn. Dus ik heb hier ook gewoon de normale Hoola, wat eigenlijk gewoon een iets donkere versie is van die. And now the choice is up to you whether you want a little bit more contouring or not. I never say no to a little bit of extra contouring. Nee, ik ook niet. Dus ik ga a little bit and just at the base. Een beetje contouren. Ik ben een klein beetje uitgeschoten. Ready for blush? To really liven up that face. I'm gonna go in with this Wet n Wild blush in pearlescent pink. Ik vind deze is totaal ook niet roze. Maar wel een beetje peachy. Want hij moet ook peachy zijn. Ja. Ik heb gewoon het gevoel alsof we naar Curaçao gaan en mee gaan doen aan het carnaval. Ja. Dat is precies hoe ik me voel. Misschien ben ik nu nog meer opgemaakt dan toen ik daar was eigenlijk. Terwijl als ik kijk naar Nikki, dan heb ik zoiets van ja, ik mooi. Ik zou de mij de deur uit kunnen gaan als ik haar zou zien. En als ik dan kijk naar mezelf in de spiegel, dan denk ik wow, dat is heel veel. Ja, en nu komt highlight natuurlijk. Haar huid is wel heel mooi. Ja. En for glow, I'm getting repetitive. I can't get it up of Everglow. Yeah. Oh, dit is natuurlijk Nikki's eigen highlighter. En ik ben er echt oprecht heel erg fan van. Dus ik vind het super leuk om deze ook te gebruiken in deze video. En zij gebruikt de lichtste kleur. Die is echt heel erg mooi. Maar ik vind deze ook wel heel erg mooi. Die past waarschijnlijk net iets beter bij onze huidskleur. Dus ik denk dat ik een beetje een mix ga doen van beide. Ja, deze zie je wel. Wow. Therefore, I'm gonna go in with one of my all-time favorite nude lipsticks that stays and looks beautiful with this look. This is Charlotte Tilbury Kim KW. Oké, ik doe wel heel tof hiermee, maar ik heb niet dezelfde kleur als Nikki. Ik denk dat hij voor ons wel een goede nude is. Dit is Hepburn Honey. En deze is ook van Charlotte Tilbury. Ook van Charlotte Tilbury. Dus die van Nikki is net iets rozer, die van ons is net iets meer bruinig. Alright, and adding a tiny... Dus dat is voor onze kleur wel echt de meest perfecte nude, denk ik. Dus voor een beetje definition lip liner on the side. Nou, eerlijk gezegd heb ik geen ruimte meer on the side. En ik heb hiervoor een Kylie Jenner lippotlood meegenomen. Omdat hij een beetje erop lijkt. Geen idee wat het verschil maakt. Ik heb gewoon het gevoel alsof mijn lippen nog breder proberen te doen. Setting spray. We need it. Alright, wij hebben een setting spray. Deze is gewoon van Essence. Ja! Yeah. Wow, mijn hele haar is nat. Oeps. Oké, mijn bovenste oog plakt officieel aan mijn onderste oog. Ik zie het ook, ja. Maar we zijn klaar met de look. We gaan het je nog iets beter laten zien van dichtbij. En dan mogen jullie straks een keuze maken wie van ons twee de look het beste heeft genaild. Wie het beste heeft nagedaan. Wij zijn heel erg benieuwd wie van ons heeft gewonnen. Laat zeker eventjes een reactie achter met Tara als je vindt dat ik heb gewonnen. Of met Larissa als je vindt dat Larissa heeft gewonnen. We vonden het in ieder geval wel heel erg leuk om deze tutorial te volgen. Mm-hmm. Ook al was het best wel moeilijk. Ja. Hebben we er echt gewoon volgens mij 2 uur over gedaan in totaal. Ja, ik vind het heel grappig om te zien. Want we kijken altijd deze tutorials. En nu hebben we pas echt meegemaakt hoe het is. Hoe moeilijk het ook eigenlijk is. En wauw. Gewoon dikke props aan Nikki voor deze look. Die bij haar gewoon geweldig stond. We wisten al wel dat ze skills had. Maar nu pas echt. Want onze look lijkt me verreweg
Hoe zeg je dat? Het lijkt gewoon echt niet op die van haar. Ja. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En vergeet ook niet ook eventjes om op dat belletje te drukken, zodat je een melding krijgt als we weer een nieuwe video online plaatsen. En dan zien we heel snel weer terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!